We zijn hier aan het meer. En inmiddels hebben we zich eerst twee, nu drie, maar inmiddels vier aangeschoven. Dus een kleine jongen. We hebben het erover gehad. We hebben het erover gesproken. Even ook met dezegene van gedachten gewisseld. En dan wil ik hem vragen waarom hij gedoopt wil worden. En het is zo net ook al een of andere via zijn ouders ons verteld. Wij konden geen reden vinden om het niet te doen. Het gaat niet om ons, niet om Ronaldo, het gaat niet om mij. Bij een doop gaat het altijd om de dopeling en God. Wij zijn alleen maar het middel. Zeg het maar, Obert. Iets harder, dan kan iedereen het horen. Dat de Heere God blij is met jou. Dat je zonden weggaan. En dat je met Jezus op gaat staan tot een nieuw leven. En dat Hij met jou de kracht geeft om een grote, sterke jongen in het geloof te worden. Ja, dat is wat als je nu straks kletst nat wordt. Ja, hij gaat helemaal kopje onder hoor. Maar één ding is zeker, we laten hem niet de kopje onder blijven. We trekken hem ook weer omhoog. Ronaldo en ik gaan eerst die kant op en dan roepen wij de dopelingen naar ons toe. Jij komt vast. Eén voor één. Mark, kom maar naar voren. Mark, ik doop jou in de naam van Yeshua, op grond van jouw belijdenis. Zie je, dat hoeft er gebeuren. Thank you.
Roald, op basis van jouw geloof en belijdenis doop ik jou in de naam van Yeshua. Almachtig God, we loven en prijzen en danken u. Roald heeft zijn leven aan u gegeven. Hij heeft met u begraven en opgestaan. O Heer, vervul hem met uw heilige geest. Doorstroom hem, geef hem kracht om te groeien naar het beeld dat u hem voor ogen hebt. Heer, wees zo met hem, in Yeshua's naam. Amen. 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 Dan komen we alleen maar dichterbij. Een beetje minder diep. Je bent ook dus groot. Doe je handen zo. Gewoon, nee, niet zo. Gewoon zo. Ja? En anders raken we jou kwijt. Obed! Op basis van jouw getuigenis doop ik jou in de naam van Yeshua. Obed heeft zijn leven aan u gegeven, met u begraven en opgestaan, doorstromen met uw heilige geest. Help een Heer om te groeien naar het beeld dat u voor hem voor ogen heeft. Help hem, wees hem genadig. Heer, hij is nog klein. Hij heeft de kracht en wijsheid zo nodig. Maar hij heeft een stap gezet in het geloof. Beloon hem met die stap, Heer. En wees zo met hem in Yeshua's naam. Halleluja. Amen. 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 Woe! Hey. Als er nog mensen zijn die ook deze stap willen doen, er is nog steeds water. En u hoeft geen examen te doen, alleen te zeggen, Jezus is mijn Heer, ik wil met hem leven. Ik wil met hem door het watergraf gaan. Ik heb een gevoel hoe klaar. Ik dank jullie dat wij jullie allemaal daarvoor getuigen zijn geweest voor deze stap van deze gelovigen die een leven met de Heer gegeven heeft. We gaan ons nu omkleden. U kunt nog even hier in de omgeving blijven staan. En dan rijden we straks bij elkaar weer af naar de zaal van de kleine beltjes. Om dan met elkaar koffie te drinken. En ook dit feest gebeuren. Wat alle feest is. Want stromen van levend water zijn doorgestroomd. En hebben mensen in beweging gezet. En we mogen de Heer loven en prijzen voor alles wat hij doet. En op deze dag van Hosanna Rabba, waar Jezus zei, kom tot mij, allen die dorst hebben, dat hij door mag geven. In Yeshua's naam. Amen. Amen.